Ja, ik ben heel blij. Ik ben heel blij dat ik nu voor het echte Nederlands elftal heb mogen spelen. En mijn gevoel is heel goed op dit moment. Ja, ik kan me voorstellen dat het nog wel een vervolg moet krijgen, want je hebt gedebuteerd, dat nemen ze nooit meer af. Maar van een echte wedstrijd spelen was nauwelijks sprake, daar was het misschien te kort voor. Ja, tuurlijk, dat is de volgende stap die ik dan moet zetten. Maar dit is een mooi begin voor mij en mooi dat ik mij op mijn 20e international mag noemen. Ja, heb je het ook zo ervaren als een volgende stap, als een soort beloning voor jouw eerste periode bij PSV? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik op dit moment er klaar voor was. Ik heb een goede fase achter mijn rug en ik heb me goed aangepast bij PSV, denk ik. En ik hoop dat ik die lijn kan vasthouden en doorzetten. En dat dit erbij komt, dat is fantastisch voor mij. Ja, wat moeten we van Nederland-België vinden? 1-1, redelijk resultaat tegen een topploeg. Ik vond het niet een echt hele lekkere wedstrijd om naar te kijken. Nee, dat vond ik zelf ook vanaf de bank. Maar ik was natuurlijk ook gefocust om erin te komen, maar... als ik die thuis de wedstrijd had gekeken, had ik hem denk ik ook wat minder gevonden. Maar voor de rest 1-1 toch een prima resultaat. Alleen jammer dat je zo'n doelpunt tegenkrijgt, anders weet je die wedstrijd gewoon. En ik denk dat wij tot het laatste kwartier eigenlijk weinig kansen hebben weggegeven. Alleen daarna nog wel een paar grote en die missen zij dan. Maar voor de rest toch een prima resultaat. Maar toch een wedstrijd om nooit meer te vergeten, omdat je hier international geworden bent. Precies, zeker waar. Wat met dat haasje, toespraak, schouderklopjes? Ik heb een haasje gekregen dus, en een speech. Dat was wel heel mooi. Ja. Nog een mooie woorden erbij? Ja, ik heb wel even een speech gedaan, maar volgens mij moet ik morgen ook nog een speech van een minuut doen. Dus ik zei ook dat ik de rest voor morgen zou bewaren.